Dit is Papa Alpha 0, Echo Tango Echo voor de Daily Minutes met een nieuwsupdate voor vandaag 19 januari 2016. Dit is het bulletin van dinsdag. Ja, het moest er een keer voor komen. Vandaag heb ik echt geen tijd. Dus we hebben een zeer geïmproviseerde uitzending vandaag. Ook een keertje geen morsen. Simpelweg geen tijd. Ik heb als dat lukt wel een SSTV plaatje. Dat had ik al voorbereid voor iets anders. Een zendschip. Leuk bruggetje naar het volgende onderwerp. Misschien leuk voor de liefhebbers van zeezenders. Luisteramateur Ron tipte me daarover. Ja, het is alleen voor de uitzending van dinsdagavond nog. Want bij de herhaling ben je te laat. Vanavond op SBS 9. De film The Boat That Rocks. Het is fictie. Losjes geïnspireerd op de echte verhalen. Maar het is wel leuk om te zien hoe het er aan boord van zo'n zendschip in de jaren 60 aan toe ging. Op SBS 9 dus. Een zender die niet iedereen heeft volgens mij. Om 20:30. De film staat overigens in een lage resolutie ook op YouTube. The Boat That Rocks. Ja, aanstaande zaterdag heb ik ook SSTV-plaatjes bij de Mighty KBC. Die uitzendingen zitten tegenwoordig op 60-40. En het wordt uitgezonden tussen 2300 UTC en 2 UTC, als ik het goed zeg, op 60-40 kHz dus. En ik heb twee piepkleine brokjes aan informatie in die uitzending. Dit is een muziekprogramma. Ik heb 3 SSTV-plaatjes. Maar de uitzending richt zich op Amerika. En ik ben benieuwd hoeveel reacties dat ervan komen. PI2NOS heeft een nieuwe site, of eigenlijk de stichting Scope, die in een nieuw jasje zit, de site. De stichting heeft tegelijk ook een nieuw logo te bekeken, helemaal in stijl van de Omroepstad. Te bekijken op www.hobbyscope.nl en hobbyscope, schrijf je met een C. De VZA zoekt een PHP-programmeur, mag een mannetje of een vrouwtje zijn, voor onderhoud aan een PHP-website. Moet bekend zijn met de LAMP-stack, Linux, Apache en MySQL. Stuur je reactie aan Simon, PH9TV, PH9TV, apenstaartje, vrza.nl. Ja, en nu ben ik al aan het einde gekomen. Korte uitzending vandaag. Hier komt het SSTV-plaatje. Daily Minutes zijn dagelijks om 1900 uur te beluisteren op PI2NOS en 's ochtends om 10:30. Verder zijn de uitzendingen onder andere te beluisteren op youtube.com/PA0ETE. PA0ETE. Een paar jaar geleden werd het verboden om mensen nog langer telefonisch lastig te vallen met producten. In diezelfde periode daarna stonden er een aantal figuren bij mij aan de voordeur, wat duidelijk nog wel mocht, om diezelfde ellende op die manier over me uit te storten. Nou, in die tijd heb ik een tekstje gemaakt. Dat heeft een tijdje op mijn voordeur gehangen. En die tekst ging als volgt. Nou zijn we eindelijk net van dat aan de telefoon lastig gevallen worden rond etenstijd af, staan dat soort foute types ineens zeer regelmatig rond datzelfde tijdstip bij mij aan de deur te bellen. Ik kan u vertellen dat als u geen grote mond beeldt, u beter een paar deuren verder kunt gaan. Als u wel graag een grote mond beeldt, bel dan gerust aan, want zo kom ik ook weer van een stukje frustratie af. Wanneer u echter denkt dat ik geïnteresseerd ben in een nieuwe energiemaatschappij, een lening, een restaurantbon, in God, of iets dat ik bij de DSB-bank wil ondernemen, nou ja, u ziet zelf wat daarvan komt. Maar zonder gekheid, het is heel eenvoudig om een klein beetje van uw en mijn kostbare tijd te sparen. Bel niet aan. Ik garandeer u van tevoren, ik heb geen interesse. Oh ja, en aan enquêtes doe ik ook nooit mee. Nou ja, 1 keer per jaar met Sinterklaas, als de hele familie loodjes trekt. Of is dat nog geen enquête? Hoe dan ook, vertrek. Ga weg, bel niet. Op slechte dagen sta ik mensen als u aan de deur uiterst kort te woord met slechts 3 woorden. Nee, nee, nee. Wanneer ik echter mijn dag heb, dan ga ik alsnog uiterst geanimeerd met u in discussie. Ik toon interesse in uw product, waarbij ik zeer oprecht overkom. Dat kan ik goed. Ik vraag waarschijnlijk belangstellend naar uw thuisfront, laat u desnoods uw hele catalogus uitleggen en vraag dan ook naar een contract. Maar net als u dan na 2 of misschien 3 uur praten eindelijk denkt uw slag te kunnen slaan, vertel ik naar waarheid dat ik hoegenaamd niet over enig te besteden geld beschik en zoiets ook niet op termijn van 3 of wellicht zelfs 5 jaar naar nu te verwachten heb. Neem dus het zeker voor het onzekere en ga ter bescherming van uw eigen dure tijd niet met mij in discussie. Aan de telefoon kondigde ik bij gesprekken, als u met mij wilt hebben, van tevoren altijd netjes aan dat ik het gesprek opnam. Door de ervaring wijs geworden hoef ik dan niet achteraf te soebatten om een opname waarop de bevestiging voor mij zou staan om vervolgens een gemanipuleerd bestandje te ontvangen met slechts een heel klein gedeelte van wat gezegd is. Gek is wel dat na zo'n aankondiging van mij de meeste mensen die mij voor 1 oktober belden ineens heel snel de interesse in een verder gesprek kwijtraakten.
Aan de deur zoek ik nog naar een soortgelijke oplossing. Vooruitlopend op een definitieve aanpak heb ik echter alvast achter mijn voordeur een soort van webcam gemonteerd, samen met een goede microfoon. Die beide staan altijd aan en die nemen alles op. Wanneer u dus toch aanbelt, wil ik u vragen om, als u tenminste een beetje florissant in beeld wilt komen, alvast uw beste glimlach op te zetten. Strijk voordat u de belknop beroert ook even uw kleren glad en doe de haren uit uw gezicht, als ze daar tenminste naartoe gewaaid zijn. Afijn, een hele hoop woorden dus, terwijl ik eigenlijk alleen maar zeggen wil, als u niet iemand bent die ik heel goed ken, of die op afspraak komt, of zelfs persoonlijk door mij is uitgenodigd, hoepel op! Tingelingeling. Wie is daar? De zendamateur. Vandaag niets nodig. Ook geen morse QSO? Nee, vandaag dus niks. Jammer.